we hebben weer een nieuwe maan die er aankomt en in deze aflevering van de astrologie als strategie podcast ga ik je meenemen in deze boezitter nieuwe maan die ook nog eens samenvalt met de start van Mercurius retrograde dus dit gaat een hele interessante nieuwe maan worden. Iets dat ik blijf herhalen en ook nu weer zal blijven zeggen is het feit dat een nieuwe maan draait heel erg vaak om het zetten van intenties. En eigenlijk is dat niet helemaal in alignment met wat een nieuwe maan eigenlijk is. Een nieuwe maan is het donkerste gedeelte van de maancyclus, of eigenlijk is het net de dag ervoor. Maar het is in ieder geval de donkerte van een nieuwe start. Net zo goed als dat je een zaadje plant. Een zaadje moet je niet bovenop de aarde leggen, maar dan moet je diep in de grond duwen waar het donker is. En dat is eigenlijk de energie ook van een nieuwe maan. Dus in plaats van dat je meteen met je deur nog gaat zitten en vanuit je hoofd allerlei intenties gaat opschrijven, neem tijdens een nieuwe maan echt uitgebreide tijd om te zakken en te luisteren. Voor de leden die in mijn Cosmic Confirmation app zitten, die kunnen een inner Moon Journey volgen. Dat is een hele mooie intuïtieve reis. Waarop we naar binnen gaan keren en je dus je intenties kan gaan voelen in plaats van die intenties zetten vanuit je hoofd. En wil je bij deze app komen op 22 december volgende week? Gaan de deuren voor deze app open? Dan kun je er ook in komen. Maar ben je nu al nieuwsgierig naar deze Boogschutter Inner Moon Journey? Zorg er dan voor dat je op de wachtlijst komt te staan. Want als je op de wachtlijst staat, dan ontvang je deze journey al. En dan kun je nu dus al gaan genieten van deze reis naar jouw essentie. En dus echt intenties gaan voelen en ervaren in plaats van intenties zetten. Want dat is een heel ander iets. Terug naar deze nieuwe maand. Die nieuwe maand vindt plaats op 13 december om 1 minuut over half 1 in de nacht. Is het teken dat heel groot en expansief is. Dit is tevens ook de laatste nieuwe maan van dit jaar. Wat een hele interessante, enthousiaste energie met zich meebrengt. Die ons mee gaat nemen in echt onze grootheid kunnen claimen. Mars staat ook nog eens in de buurt van deze nieuwe maan. Niet heel dichtbij, maar wel dichtbij genoeg om je net dat duwtje te geven om die sprong te gaan wagen. Het tekenboogschutter heeft echt een onstilbare honger naar avontuur. Het wil groot, het wil meeslepend. Het is niet bezig met alle kleine details. Dit is echt werkelijk waar een vloedgolf aan expansie en overvloed. En dit is echt ook een van de manen, in ieder geval van het einde van dit jaar, die de meeste potentie met zich mee draagt. Dan is het niet een soort van wedstrijd. Welke nieuwe maan is het meest krachtig? Want in de online wereld zie je heel erg vaak een soort van. Ik moet er ook altijd heel erg om lachen. Een soort strijd ontstaan. Van dit is de meest potente maan van het nieuwe jaar. Of dit is de meest potente uh, volle maan van dit jaar. Dit is inderdaad een hele potente maan. Is het de potentste? Nee, want iedere nieuwe maan of volle maan. heeft zijn eigen energie. Heeft zijn eigen smaakje. En dus ook zijn eigen potentie. Maar ja, dit is wel eentje die heel erg over de expansie en de overvloed gaat. En het gaat uiteindelijk ook heel erg gepaard met de nodige weerstand en overtuigingen. Want we zijn gewend, doe maar gewoon, dan doe je al goed genoeg. En dat is niet realistisch. Maar daar maakt er zich absoluut geen seconde druk om. Dus waag die sprong. En als ik één ding mee mag geven voor deze nieuwe maan, hoe onrealistischer, hoe beter. Boogschutter die wil zijn pijlen graag heel erg ver schieten. En dan is het volgens aan jou de keuze om het praktische los te laten en die pijlen te gaan volgen. Deze pijlen houden jou namelijk ook op het pad dat voor jou bedoeld is. Met het vooruitzicht op een nieuw jaar. En overigens, ik noem het niet per se een nieuw jaar, want astrologisch gezien zitten we nog midden in, we gaan richting de winterperiode. Dus ik zie 31 december niet zozeer als, hé, dat is het einde van het jaar, daar werken we naartoe. Maar we worden, vooral in deze tijd als onze agendas vol zitten, worden we vaak met praktische bezwaren, worden we, of maken we onszelf eigenlijk klein. En dit is juist een nieuwe maan om dat van je af te gooien. Hoe meer je op je pad blijft, hoe meer jouw authenticiteit en jouw kracht toe zal nemen. Want je stopt namelijk met verstoppen achter overtuigingen die jou klein houden. En reis dus ook af naar jouw innerlijke kompas. En voel iedere keer opnieuw wat jouw persoonlijke waarheid is. En ga daar dan volledig voor staan. Boogschutter is het teken dat alles groot wil aanpakken. En we leven in een maatschappij die ons zo pusht om realistisch te zijn. Om hele specifieke doelen te stellen. En nou ben ik daar ook zeker een voorstander van. Het is niet zozeer dat ik zeg: Je moet nu alles maar laten zweven. En laat het maar gewoon los. En laat het maar gewoon gaan. Het is niet belangrijk om je ergens mee bezig te houden. Wat om een specifiek doel gaat. Maar wat wel belangrijk is, is dat je eerst gaat uitzoomen, die grote visie gaat pakken, gaat voelen, gaat ervaren. Waar wil ik nu eigenlijk naartoe? En dan terug, de reverse engineering, dan terug gaat kijken, maar wat is daar dan voor nodig? Als jouw grote visie is om een wereldreis te maken. Ga dan eens kijken wat überhaupt een wereldreis kost. Welke landen wil je dan aan? Want een wereldreis is een heel breed begrip. En er zijn maar weinig mensen die tijdens een wereldreis ook letterlijk ieder land ter wereld aandoen. Maar welke landen zou je aan willen doen? Ga je vliegen, ga je in een auto? Hoe je in een camper? Wat is daarvoor nodig? Wat kost dat allemaal? Maar eerst, wat bij deze volle maan, heel, volle maan, nieuwe maan, heel erg belangrijk is, is die grootheid pakken. Uitzoomen. Wat is er nodig? Wat heb jij nodig? Waar wil jij naartoe werken? En dan kijken wat is daarvoor nodig. Want heel vaak houden we onszelf klein met het realistische stuk. En dat herken ik ook. Het is niet dat ik doe dit werk en ik zit in het astrologische stuk. Dus daar heb ik geen last meer van. Tuurlijk wel. Ik ben mens. Ik leef ook gewoon in de maatschappij. Ik leef in deze 3D-wereld. Maar hoe kan ik? Mezelf iedere keer opnieuw uitdagen om uit te zoomen. Uitdagen om naar het grote plaatje te kijken. Mezelf uitdagen om te voelen wat die grote visie en die grote missie is. En dan ook voor die geloofsovertuigingen gaan staan. En met geloofsovertuigingen bedoel ik niet per definitie dat het een geloof is in de traditionele woord, uh, zin van het woord, maar. Een geloofsovertuiging is waar jij in gelooft: jouw persoonlijke waarheid. En hoe meer jij voor jouw persoonlijke waarheid kunt gaan staan, hoe krachtiger het wordt, hoe krachtiger jij naar die visie toe kunt werken. En dat is helemaal de kracht van deze nieuwe maan. Diezelfde dag gaat ook nog Mercurius in retrograde. Daar heb ik een aparte podcast voor opgenomen. Dus luister die ook even wat deze retrograde ons te vertellen en te brengen heeft. Maar die combinatie is juist heel mooi. Want er zit dus ook een reflectief smaakje over deze nieuwe maan. Nou is dat wel een paar uur uit elkaar. Dus niet dat het meteen na elkaar gebeurt. Maar de energie van de nieuwe maan werkt nog even door als Mercurius in retrograde gaat. En die combinatie van die twee is een hele potente en interessante energie. Om dus echt die expansie te gaan pakken. Om dus echt die breedte in te kunnen gaan. En jezelf over te kunnen geven van die gigantisch onrealistische dromen en wensen. Want daar ligt precies. Ik wens je een hele mooie nieuwe maand toe. Nogmaals, als jij de booster in de Moon Journey wilt gaan doen. Schrijf je in voor de wachtlijst voor de app. Dan ontvang je als bedankje krijg je gratis de booster in een Moon Journey. Dus zet jezelf op die lijst. Ik zal een link hieronder ook delen dat je kunt inschrijven. En sowieso is de app een prachtige plek om op deze thema's en op dit niveau dieper in te gaan en nog meer te leren over hoe jij dit in jouw dagelijkse leven kan integreren. Want het is Interessant om naar zo'n podcast te luisteren en dan te denken: ja, ja, dat voel ik. Maar het is natuurlijk het volgende om dit op een dagelijks niveau ook te kunnen integreren in jouw leven. En dat is een heel belangrijk deel van wat ik ook doe in de Cosmic Confirmation App. Dus zet jezelf op de wachtlijst, dat je als eerst wordt geïnformeerd wanneer de deuren open gaan. En dan wens ik je een hele mooie nieuwe maand toe. En dan spreek ik je weer in de volgende podcast.